Welkom bij RTL Z Beurs Insight. Dit najaar maken we je in 7 afleveringen wegwijzen op financiële markten. Dit is inmiddels de 4e aflevering van die 7. We blikken vooruit op wat wij denken dat beleggers gaat bezighouden. En we zoeken uiteraard naar de grote kanshebbers op de beurs. En vandaag doen we dat hier in de studio met Albert Jellema van ProBeleggen. Stefan Kastelein in het midden uit België van Eén Vermogensbeheer. En voor het eerst hier naast me Mr. Smallcap Willem Burgers van AdValue. Welkom. Elke week krijgen onze gasten 1 minuut de tijd voor een gouden tip over een aandeel, een sector of een strategie. En vervolgens gaan we er even lekker op schieten hier. Let wel op deze pitches, het zijn ideeën, geen koopaanbevelingen. Albert, aan jou de eer voor de eerste. Dankjewel. ABN AMRO, ING, ASR, Aegon, allemaal financials die op de Nederlandse beurs handelen. En wellicht hebben velen van u een positie in een van deze financials. De financial die echter vergeten wordt, dat is Van Lanschot Kempen. Ik heb hier een grafiek over de afgelopen 3 maanden waaruit blijkt dat het aandeel het veel beter heeft gedaan dan de klassieke banken zoals ABN AMRO. Hoe komt dat nu? Kempen, Van Lanschot Kempen is eigenlijk een bedrijf dat compleet getransformeerd is. Van een klassieke bank met heel veel renteinkomsten naar meer een commissiegedreven bedrijf. Dus het is geen bank meer, het is een vermogensbeheerder. Daarbij zijn ze financieel gezien kerngezond. Ze hebben de hoogste kapitaalsratio's van alle banken in Nederland. En dat is ook de reden waarom ik de aandelen bezit. Dit bedrijf maakt een gezonde, stabiele winst, heeft een enorm kapitaaloverschot en keert al jarenlang dit overschot aan kapitaal uit aan de aandeelhouders. Ik denk dat u de komende 5 jaar elk jaar 15% dividendrendement krijgt met Van Lanschot Kempen 2.0. Nou, ga eens even lekker zitten. Het leuke grafiekje hoor, 3 maanden, maar year to date heeft het aandeel helemaal niks gedaan. Een dubbeltje van 2080 naar 20. 90. Ja, dat is niks. Ja, daar ga je de mistus in, want je vergeet het dividend. En dat is 15%. Ja, 15%. Denk je dat dat duurzaam is? 15% dividendrendement? Ja, dat denk ik. En ik zal uitleggen waarom. Kempen van Lanschot heeft aangegeven dat zij... Kijk, ik beleg normaal gesproken niet in klassieke banken... maar ik vind dit echt een vermogensbeheerder met commissieinkomsten voor ruim 60%. Als je kijkt naar hun kapitaalsratio, dan hebben ze 22% kapitaal... terwijl ze eigenlijk 17% nodig hebben. Als je dan ziet hoeveel excess capital er is voor dit bedrijf... dan kom ik op 5 tot 6 euro voor de komende 3 jaar. Als je daarbij kijkt dat ze elk jaar ook nog winst genereren... ongeveer 1,80 euro winst per aandeel... dan kunnen ze dat allemaal uitkeren aan de aandeelhouder. Dus je hebt het uiteindelijk over 2,95 euro... wat ze per jaar kunnen teruggeven aan de aandeelhouder. Dat doen ze nu voor het 3e jaar op rij. Dus in december komt er nog een keer 1,50 euro extra kapitaal. En gezien de doelstellingen van het bedrijf... denk ik ook dat dat duurzaam kan zijn in de komende jaren. Want ze hebben alle ruimte om dat uit te keren aan de aandeelhouder. Je zegt het is een vermogensbeheerder, geen bank. Banken hebben last van lage rentes. Vermogensbeheerders ook, die moeten rendement maken namelijk. Ja, alleen als je gewoon kijkt naar hun commissieinkomsten die zij maken gewoon op hun beleggingen die ze doen, dan is dat inmiddels ruim 60% van de inkomsten. En dat groeit ook, want de assets under management zijn bijna 60% gegroeid over de laatste 4 jaar. Dus die renteinkomsten zijn voor hun niet meer zo belangrijk in hun verdienmodel. En daar komt bij, ze hadden een grote kredietportefeuille, net zoals banken bijvoorbeeld hebben. Alleen die zijn ze aan het afbouwen. En voor vermogensbeheeractiviteit heb je heel weinig kapitaal relatief gezien nodig. Dus ze spelen het kapitaal vrij voor de aandeelhouder. Ja. Is voor jou maar gaan ze toch niet gevaar lopen, de pad met dat die kapitaalratio dan toch niet meer volgens de nieuwe standaard hoog genoeg zal zijn? Nee, dit is al basis van de nieuwe standaarden. Daar hebben ze 10% extra kapitaal voor berekend. Dus die hebben ze juist al omhoog geschroefd. Dus daar houden ze in deze uitkering, houden ze daar rekening mee dat ze juist aan de nieuwe wet en regelgeving al voldoen. Oké, Stefan, de volgende minuut is voor jou. Ja, dankjewel. Ik heb vanuit België het aandeel Groep Brussel-Lambert meegebracht. Het aandeel van de voormalige rijkste Belg Albert Freyr. Albert Freyr is vorig jaar overleden, maar iets voor zijn overlijden werd GBL omgebouwd van een wat stoffige holding naar een dynamische investeringsmaatschappij. De voornaamste participatie nu is Adidas, het snelgroeiende sportmerk. Andere posities zijn Pernod Ricard, SGS en ook het Belgische Umicore, toch een zeer sterk groeiend bedrijf, actief in de productie en de recyclage van batterijen.
Dus GBL is een totale groep van verschillende beleggingen. De totale waarde van die groep is 19,7 miljard euro. En dit is het leuke nieuws. U kan dit kopen voor 15 miljard euro. In, per aandeel bekeken kan u waarde van 122 euro kopen aan 93 euro. Een korting van bijna 25%. En een ander belangrijk element is, GBL heeft de afgelopen 15 jaar zijn dividend kunnen verdubbelen. Dit jaar verwachten we een dividend van 3,15 euro. Dus dat is 3,5% dividendrendement met 25% korting. Een mooi kopwaardig Belgisch aandeel. Dankjewel, Stefan. Kom even lekker zitten. Ja. 25% te goedkoop, zeg je? Ja. Dat weet jij, maar dat weet de rest van de markt niet natuurlijk. Jawel. Waarom is het aandeel 25% te goedkoop? Ja, de markt weet het wel. Kijk, de Belgische holdings 10 jaar geleden hadden allemaal dergelijke discounts. Ja. Dat was Akkermans van Haren, Sofina, Brederode, hadden allemaal dergelijke discounts. Dat de markt eigenlijk niet geloofde dat er voldoende toegevoegde waarde gecreëerd is. Dat vind ik een hele goeie. En ondertussen zijn die discounts verdwenen. Akkermans van Haren heeft er al geen meer. Mm. Bij Brederode, Sofina is nog een 10%. En bij GBL is het altijd wel 25%. Omdat men nog altijd in het oude Albert Freyr verhaal zit van, hij beheert zijn portefeuille een beetje voor zichzelf, heeft geen aandacht voor de minderheidsaandeelhouder. Maar zo is het niet meer. Hè? Nee. Het is nu wel dynamisch, het is wel creatief geworden. Ja. Dus die discount van 25%... Maar waar leg je nou eigenlijk in? Want ze hebben een waaier aan investeringen. Ja, met allemaal fondsen die bedrijven die eigenlijk geen brancheoverlap hebben. Je hebt het over recycling van batterijen. Ik zag Adidas ook voorbij komen. Het gaat over van alles. Ja, het gaat over dus je kunt als belegger twee dingen doen. Of vertrouwen op de blauwe ogen van de fondsbeheerder en denken dat het allemaal wel goed komt. Of je moet je in al die sectoren gaan verdiepen om een goede gefundeerde mening te hebben over waar je geld in stopt. Dat moet je juist niet doen. Je kan dit zien als een beleggingsfonds dat voor jou beheerd wordt met relatief lage beheerskosten en je koopt het 25% onder zijn waarde. Ben je gewoon beleggingsfonds, ga je het gewoon aan de waarde komen. Ja, maar ik heb geen verstand van het recyclen van de batterijen. Ja, dat gaan zij wel voor u doen. Hè? Ja, maar dat zeg ik. en u koopt dat beheer, die know-how, aan 25% korting. Terwijl als u voor een ander fonds gaat, dan betaalt u... Goed idee, Willem, denk je? Nou, ik ken GBL onvoldoende. Maar ik ken wel HAL in Nederland, HAL Investments. En die staan volgens mij ook op een heel behoorlijke discount ten opzichte van de NAV. En ik ken ook niet het historisch verloop van de omvang van die discount. Maar wat HAL betreft weet ik wel dat het op dit moment op een record korting staat. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Je kunt als belegger, zeker met een lange termijn horizon, kun je vaak heel interessante zaken doen door kennis te nemen van de portefeuille. Hè? Boskalis, Vopak, zijn bekende namen die het de afgelopen maanden goed gedaan hebben op de beurs. Mm-hmm. Terwijl die koers van HAL eigenlijk nog achterblijft. Dan heb je ook nog een belang in Coolblue, niet genoteerd, maar wellicht ooit naar de beurs. Grand Vision, hè? Een pak met geld, wat dus tegen een discount van, ik meen ook, 20-25% op dit moment noteert. Dus ja, voor de belegger met geduld is dit wellicht toch een sector om eens naar te kijken. Willem, volgende minuut is voor jou. Dames en heren, u ziet hier een belegger en deze belegger kijkt altijd naar de lange termijn. Mijn tip voor vandaag is daarom een aandeel wat het afgelopen jaar slecht gedaan heeft. Een liquidity provider in ETP's, Equity Traded Products. Een markt die door de jaren heen zo'n 15% groeit, maar dat hoeft niet te betekenen dat het aandeel in kwestie heel goed presteert. Flow Traders, 5 jaar genoteerd, in 2014 naar €32 aan de beurs gekomen, noteert nu 22. Je hebt dividend gehad, maar tot nu toe is het bezit van het aandeel niet een heel groot feest geweest. Wij denken van het Add Value Fund dat dat de komende 5 jaar gaat veranderen. Onderneming maakt haar bedrijfsmodel waar, groeit in marktaandeel, niet alleen in Europa met 25%, maar ziet de komende jaren ook groei in het Verre Oosten en in andere producten. Wij voorzien een winst per aandeel afhankelijk van een volatiel en een stabiel scenario tussen de 2 en 10 euro. Op €21 met 70% payout heeft u een dividend op dit moment al van ruim 4% en een mooie hedge voor zwaardere beurstijden. Nou, mijn tip, Flow Traders. Kom even lekker zitten, Willem. Ik vind het nogal een marge, dus ergens tussen de 2 en de 10. Ja, maar dat je hebt gezien dat in 2018 dat er een jaar was dat ze 2,36 hebben verdiend, of 2,63 zelfs. Ja. En dat viel samen 1 kwartaal, waarin er dus heel veel volatiliteit was, met name op de Amerikaanse beurs. Ja, maar daar valt toch helemaal niks over te zeggen, over die volatiliteit? Jawel, volatiliteit. Afgelopen jaar afwezig geweest. Maar in voorspellende zin bedoel ik? In 2015. Wij verwachten veel volatiliteit, dat weet je niet. Maar op een termijn van
vijf jaar zal er een jaar zijn dat er... Ja, koekoek. Maar, ja, nou, maar IRG, IRG, KBC, ja, Kempen ook, die roepen nou al een jaar, kopen dat aandeel. Ik ben blij dat ik het niet heb gedaan. Maar je hebt een... Qua dividend wij zien een groei van de markt van 15% in ETP's. Je ziet dat flow traders in staat zijn het marktaandeel vast te houden, dan wel uit te breiden. Mm-hmm. Het is in feite een fintech. En je betekent dus dat je verdienmodel steeds krachtiger wordt. Je ziet ook, gecorrigeerd voor extra inkomsten in een kwartaal, dat er veel volatiliteit is, dat die onderstroom van de winst ook langzaam stijgt. Ik heb even een grafiekje voor je meegenomen. We hebben de volatiliteit even afgezet tegen de koersontwikkeling. Kijk, daar kun je twee dingen uithalen. Ja. Of er is inderdaad invloed. Ja. Of eigenlijk valt het wel mee. Die volatiliteit als zodanig valt mee. Maar wat je hier minder goed op ziet, is dat de koers verder op zou moeten lopen, omdat die onderstroom van omzet en winst ook geleidelijk oploopt. Waarom is dat niet gebeurd, denk je? Omdat het aandeel nog, en het werd zo even al gezegd, research aan dit soort ondernemingen is eigenlijk niet aanwezig. Mm-hmm. Dus aan flow traders de taak om het verdienmodel, wat volgens ons goed functioneert, te vertalen naar nog aansprekende resultaten. En dat moet leiden tot een re-rating. Ja. Een re-rating zoals bij ASMI dit jaar. En die gaat bij flow traders in de komende vijf jaar, gaan we die een keer zien. Zou dat helpen, Albert? Meer research, meer aandacht van analisten? Nou, dat helpt altijd als het tenminste goede analisten zijn die het aandeel gaan volgen. Want er zit ook veel kwaliteitsverschil in. Ja. Dus kijk, meer aandacht en het beter uitleggen hoe een bedrijfsmodel goed werkt, dat helpt natuurlijk altijd. Ja. En flow traders is wat dat betreft toch wel een beetje een, hoe noemen we dat, een soort Pandora's box waar niemand weet wat er precies in zit. Dat vind ik een goeie. Dank allemaal voor deze week. Volgende week dan hebben we hier te gast Victor Knaap van reclame- en mediabureau Media Monks. Sinds een jaar ongeveer beursgenoteerd. En volgende week dus hier in de studio. Meld je nu alvast aan via rtlz.nl/beursinsight. Tot volgende week en veel plezier op de beurs. RTLZ Beursinsight wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.